Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van de assistenten is er altijd lente. Nout, welke ideeën heb jij bij takkenwijven? Nou ja, dat was eigenlijk tot vandaag had ik daar een beetje een negatief gevoel bij. Ik denk van ja, dat zijn toch niet de meest vriendelijke vrouwen. Maar ik heb hier een aantal vrouwen gezien die daar ontzettend interessant over kunnen vertellen. En eigenlijk zijn het heel inspirerende vrouwen. Je hebt je lieve Anja meegenomen. Welk bloesemboeket ga je voor haar halen? Sorry, welk bloesemboeket wil je graag voor haar meenemen? Nou, dat moet vooral een boeket zijn wat inderdaad duurzaam is. Wat mooi is, wat straalt. Ja, ik weet niet precies welke keuze ik ga maken, maar het wordt vast iets met wit. Waardoor ben je geïnspireerd, Anja? Waar ik geïnspireerd op ben? Dat de mogelijkheden van de takken in combinatie met de bloemen. Hier zijn een van de mooiste, bekendste narcissenkwekers van Nederland. Wat hebben jullie van deze bloesemboeketten gevonden? Ja, ik vind ze prachtig. En vooral in combinatie met de narcissen natuurlijk. Hè? Je hebt ook een visitekaartje meegepakt, Jaap. Waarom? Ja, het zijn onze narcissen. Ik heb een compliment gemaakt aan deze mevrouw dat ze ook reclame maakt voor ons product. Het is namelijk Avalanche. Hier, we staan hier bij een prachtig bloesemboeket. Wat is hier zo bijzonder aan? Nou, dat de narcissen met de bloesems of met de takken worden gecombineerd. Voorjaar. En dat is in het buiten is dat ook zo. En het is echt voorjaar, hè? Voorjaar. Ja, ik vind zelf de kastanjes het allermooist. In alle stadia's. Het is wel stoer, ja. Dat vind ik mooi. Tetti, aan welk boeket moet je aan Lex denken? Nou, ik heb dit boeket uitgekozen omdat ik vind, ja, weet je, dit is een beetje Lex, zo van alle markten thuis, het overal het hoogtepunt zoeken, toch een, ik vind dat toch wel, het heeft een mooi hart, een heel warm hart heeft het, en het is ook een beetje chaotisch hier en daar, maar dat, ja, dit typeert Lex, ik weet niet of het ermee eens is. Lex, krijg je hier het lentegevoel van, het lentebloesemgevoel van? Nou, bepaald niet hoor. Dus ik vind het verward, chaotisch en ik vind het helemaal niet op mezelf lijken. Integendeel, alsjeblieft. Lex, dit is jouw favoriete boeket. Waarom? Nee, ik vind dit wel mooi. Alleen ik vind er verkeerde bloemen in zitten. Dus ik vind dat hier, wat zijn dit, tulpen? Echt serieus? Maar hier moet een roos in. Dit is echt fout. Ik zou hier een mooie rode of zo rood-oranje, neem maar de mening. Lex, ik moet even de regie overpakken. Je hebt de neiging om je over te bemoeien. Als ik dit zie, het is rond, dan moet je denken aan een bal. En dan denk je, dat is een mooi boeket. Klopt dat? Nee, ik vind het geen bal. Ik vind het een soort zo'n echoput. Weet je wel, dat je dus als het ware tot de kern kan doordringen. Dan mag je nog één wens uitspreken over de lente. Over de lente? Maar waarom zou ik een wens moeten spreken over de lente? Omdat het een echoput is. Nee, maar ik heb nog maar één wens. En wij gaan dit beginnen in Canada. Dat is mijn wens. Clemens-Marie van Zwaarsen. Wij staan uiteraard aan de Bourgondische tafel. En hoe heeft dit jou geïnspireerd? Het heeft mij enorm geïnspireerd. Vooral de presentatie in de kelder met alle prachtige takken en bloemen die ik kon steken. Heeft mij enorm geïnspireerd. Hoe gaat jullie huis de komende maanden veranderen, Clemens, door Marie van Zwaarsen? Nou, ik heb al een voorspelling gedaan dat ik over een jaar geen boom meer in de tuin heb. En ik heb alleen één leuke tip. En dat is, eigenlijk zou Marie van Zwaarsen iets moeten doen creatief met, hoe heet die bomen? Catalpa. Catalpa. Dan ben ik normaal gesproken 2 dagen mee bezig om die te snoeien. En als Marie van Zwaarsen nou iets creatiefs mee doet, dan ben ik dat werk kwijt.